Hoi en welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan we boekachtige foto's van Pinterest naproberen te maken. Ik hou ervan om lekker boekachtige foto's op mijn Instagram te plaatsen. En ik heb weer even wat nieuwe dingen nodig. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan proberen echt dingen zo goed mogelijk na te maken van Pinterest. En ik maak er een video over. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb al een paar foto's verzameld. Ik heb al... ik denk wel een jaar ook een mapje op Pinterest. Dat heet Boek Insta Recreate. Dat ik een beetje als voorbeeld of inspiratie gebruik af en toe. Maar ik heb er nu ook echt een paar opgeslagen van. Ik denk, ja, die ga ik echt tot in de detail proberen na te maken. We gaan gewoon beginnen met de eerste die ik in mijn galerij heb. En dat is deze. Ze heeft een... grijze trui aan. En ze heeft een stapeltje van 5 boeken met de echte papieren kant naar de camera toe vast. En ze heeft echt prachtige zwarte nagels. Nou, dat heb ik niet. Ik heb nu deze parelkleur. Dus dat is dan een beetje anders, maar ik ga nu niet mijn hele nagels doen. Maar ik ga proberen ook even wat ringen om te doen. Een stapeltje boeken te pakken en even een grijze trui aan. Dus deze gaan we nu als eerst proberen na te maken. Oké, ik heb niet zo'n grijze hoodie met een ritje. Maar ik heb wel gewoon een grijze hoodie. Dus ik denk dat ik deze aan ga doen. En ik heb ringen. Zij heeft dus ook een stapeltje boeken die niet, geannoteerd zijn. Daar moet ik ook even op letten. Want ik heb vooral heel veel boeken die geannoteerd zijn. Dus misschien moet ik gewoon even in mijn boekkaart gewoon gaan vroeten. Gewoon nieuwe boeken die ik nog niet heb gelezen. Ze heeft om haar wijsvinger en haar duim. Ik draag dit echt nooit, want ik vind het niet helemaal mijn stijl. En hij zit best wel los, dus ik ben bang dat als ik beweeg dat hij dan afvalt. Goed, voor de foto is het misschien leuk. Ik weet niet. Oké, boeken. Oké, dit is nu de setup. Ik heb mijn grijze hoodie. Ik heb de ringen een beetje proberen te regelen. Ik heb 5 boeken die ik allemaal nog niet heb gelezen. Tenminste, nee, dat is een... Nee! Ik liet bijna alles vallen. Oké, in ieder geval, ik heb 5 boeken die ik niet fysiek heb gelezen. Ik heb deze op mijn Kindle gelezen en deze ook. Maar goed, niet fysiek, dus deze zijn allemaal nog zonder gebroken ruggen en... niet geannoteerd. Ik gebruik deze boeken. Maar goed, die zie je niet op de foto. Ik moet even goed kijken. Ja, ze heeft de verticale. Oh, wacht. Ze heeft het zo. Die 3 vingers zo. Zo heeft ze het. En dan vanaf hier de foto. Oké. Oh, wacht. En dan moet niet te hoog. Zo. Oké. Spannend. En ik kan natuurlijk ook nog bijsnijden. Wacht. Hoe hoog is haar telefoon? Oké, best wel van laag. Oké, ik denk dat ik hem al heb. Even kijken. Ik heb dus niet gelegd op mijn gezicht, want die komt er niet op. Maar het is wel heel zwoel. Oké, maar ik denk... Oh mijn god. Oh nee, wacht. Je ziet de boeken niet helemaal. Ik zit nu op dit. Is dit goed? Ik denk dat dit hem is. Toch? Ik ga het nog 1 keer naast elkaar zetten. Oh, zij heeft hem meer zo. Ik heb de boeken echt zo. Oké, ik ga nog 1 keer proberen. Heeft de boeken meer zo? Ik had ze zo. Ja, het gaat om de details, jongens. Geen haar. De concentratie. Oké. Oh my god. Oké, nu ben ik er klaar mee. Ik moet hem nu hebben. Dit is echt nog de meest simpele, volgens mij. Ja, dit is hem toch wel. Oké, prima. Aan het einde laat ik even alle resultaten zien. Ik denk dat ik hem nu al heb. We gaan door naar de volgende. Oké, voor deze hebben we dat witte topje nodig. Dat heb ik. Deze van America Today. Oh, ik ging deze kopen. Dit topje. En dat meisje bij wie ik het ging afrekenen, die herkende mij van mijn video's. Dus dat was super leuk. Dat zei ze ook. Dat vond ik zo leuk. Het had echt mijn dag gemaakt. Oké, ik heb dus dit witte topje. En ik heb gewoon mijn blauwe spijkerbroek. Die ga ik ook even omdoen. En die moet een beetje naar beneden kunnen vallen. Dus ik moet hem niet te strak doen. Perfect! En ze leest dus een blauw boek. 4, 5 geannoteerde boeken met pastelkleurtjes. Heeft ze op een stapeltje naast haar liggen. En dus een blauw boek is aan het lezen. En Normal People ligt bovenop. Dat wil ik wel nadoen. En de setting wordt op die bank daarachter. Even kijken. Een beetje pastelachtige boeken. Dan moet ik toch bij de Chestnut Springs series zijn. Het zijn allemaal pastelachtige boeken. Oké, en dan is de 5e is dus Normal People. Die heb ik hier. En dan een blauw boek dat ze aan het lezen is. Welke ga ik daarvoor doen? Oké, voor het blauwe boek dat ze aan het lezen is, heb ik deze gekozen. The Disappearances van Emily Bing Murphy. Dit is heel leuk en er wordt niet genoeg over gesproken. En dan is dit de stapel die ernaast komt liggen. Ik heb zeg maar al deze boeken van de Chestnut Springs series gekozen. Want die heb ik allemaal met pastelkleurtjes geannoteerd. En dan
Normal People bovenop, want die heeft zij ook. Maar wel een andere editie, helaas. Zo, en ik heb hier op mijn boek staan. Dat is mijn boekkaart. Die ga ik als statief gebruiken. En dan ga ik gewoon filmen en dan ga ik een screenshot uithalen. Oh, het is moeilijk. Hoe zit zij op die foto? Wacht even. Het is echt moeilijker dan ik had verwacht. Ik weet ook niet hoe ze haar gezicht heeft. Ah, ik vind het moeilijk. Deze is echt heel lastig. Ik moet dichterbij. En ik moet het boek hoger houden, zie ik. Echt hier. Oké, ik ga het nog een paar keer proberen. Bijsnijden. Oh, oké, ik denk dat ik deze ga gebruiken. Oké, ik houd hierbij. Oké, we gaan naar de volgende. Ik ben heel blij dat ik met deze klaar ben. Oké, op die volgende foto heeft ze dus een grijs topje aan. Eigenlijk zoals dit, maar dan grijs. Ik heb niet zo'n topje in het grijs, maar ik heb wel deze. Alleen deze hebben wat een hogere hals en niet die dunne bandjes. Maar ik denk dat deze al het meest in de buurt komt. Dus deze ga ik aan doen. Ik hou de broek aan die ik al de hele tijd aan heb, want die past hier weer goed bij. En nu weer een grotere stapel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boeken. Waarvan de onderkanten zwart of wit zijn. En het onderste en het bovenste boek zijn allebei met een wit achterkant. Dus dat wil ik ook proberen na te doen. Eerst deze aandoen. Oké, kijk. Eigenlijk hoort deze hals helemaal omhoog. Maar ik trek hem een beetje onder zover dat kan. En dan mijn ketting een beetje omhoog. En dan dit. Is denk ik het beste. Hoe zit haar haar? Oké, daarachter. En dan komen een klein beetje zo plukjes naar voren. Dus gewoon naar achter houden. Dit is de boekenselectie die ik heb gekozen. Ik heb onderop de reader. Die heeft een beetje een gelijke achterkant. Oh, ze staat echt tegen een witte muur. Zo heeft ze. Maar haar arm zit er ook echt flink op. En ik heb echt een hekel aan mijn armen. En dit valt een beetje zo in haar oksel. Ik heb ondertussen gewoon streamen op mijn armen om die boeken vast te houden. Zo stom, ik kan niet zien hoe het eruit ziet. Zoiets. Even kijken hoe die foto eruit zag. Oké. Poging 2. Volgens mij was de afstand hierbij op zich wel goed. Boek van mijn buik. Zo onnatuurlijk deze houding. Ja, verder zie je mijn gezicht ook niet. Dus het is zo gemakkelijk. Oké. Het is te laag. Ik ga het even proberen op te lossen met editen. Oké, na wat bewerken, knippen en bijsnijden denk ik op zich dat ik hem heb. Alleen, wat me irriteert is dat ik de barcodes van de boeken aan de bovenkant heb. En zij heeft het aan de onderkant. Maar ik denk, ja, en weer mijn ketting die zo achter mijn topje zit in plaats van hier. Oh, en zij heeft hier een tattoo, een hartje. Zou ik die tekenen? Het armbandje klopt echt perfect. Dat heb ik echt heel goed gedaan. Nee, weet je wat? Ik hou het hierbij. Ik vind het er het meeste op lijken. Ik kan het hartje misschien nog editen. En ik ga de achtergrond nog meer wit editen. Oké, we gaan naar de ene laatste. En dat is de foto met het matchende broekje. Pyjama broekje in een wit bed. Mijn bed is op dit moment groen. Dus ik moet even naar de andere slaapkamer. Daar is een wit dekbed. Die hebben we ook nodig voor de foto hierna. Eerst even een grijs shirt of grijze, oh, grijze trui zie ik. En een pyjama broekje fixen. Oké, voor deze hebben we echt minder attributen nodig. Dus ik heb mijn grijze sweater weer aan. En ik heb een aantal opties voor de pyjama broekjes. En we gaan een pyjama broekje kiezen. En aan de hand daarvan een matchend boek. Ik heb deze donkerblauwe of grijzige. Die. Zacht roze, oud roze. Die is ook weer heel schattig. Maar ik neig toch naar deze. Het is echt mijn favoriet op dit moment. Van de Brandy Melville. Een pastelgele met echt lichtroze bloemetjes en groene blaadjes. Deze. Ik vind die wel echt heel schattig. Ik denk dat ik deze ga proberen. Om te matchen met een boek. En als dat niet lukt, ga ik deze proberen. Want dat gaat sowieso wel lukken. Eerst ga ik kijken of ik hier een match mee kan vinden. Want deze vind ik zo schattig. Oké. Oeh. Ik denk dat ik twee opties heb. De eerste die ik net zag is I'm Glad My Mom Died van Jeanette McCurdy. Dit heeft allebei dat lichtgele, maar ook dat roze erin. En toen zag ik deze hardcover editie, de bonus editie van Verdi van Colleen Hoover. Die ziet er zo uit van de zijkant, maar de voorkant en de achterkant is gewoon deze lichtgele kleur. En die komt heel goed overeen met het broekje. Ik denk dat ik het gewoon allebei ga proberen en dan kijk op de foto wat het leukste staat. Oké, je ziet ook een klein beetje buik. Zit een beetje zo. Het ziet er niet uit in het echt, maar goed. En ik denk dat ik toch voor deze ga. Oh, dat ziet er meteen al goed uit. Oké, nog even met deze. Oké, nou ik vind dat deze beter matcht. Maar ik heb hem al. Dat was echt heel snel. Oké, voor deze laatste foto hebben we geen kleding nodig. Dus ik heb weer mijn outfit aan van aan het begin van deze video. We hebben nodig 7 boeken die niet geannoteerd zijn in een tote bag. Ik heb er 2 gepakt. Deze, en die komt qua uiterlijk best wel overeen. Alleen is die, ben ik bang, misschien te smal. Ik heb ook nog deze, die is wat breder.
Alleen deze heeft dus ook die roze checkered buitenkant. Alleen de binnenkant is wel op zich misschien te gebruiken. Dus we moeten even kijken of het past. Ik heb 7 boeken die er zo allemaal nog mooi uitzien. Ik heb een paar dunne erbij, omdat ik gewoon bang ben dat het niet past. En nu moet ik nog even bloemen pakken. Ik heb nog wat bloemen op het bureau staan. En dan gaan we deze eens proberen te maken. Ik dacht eigenlijk dat deze misschien de makkelijkste kon zijn, maar we gaan het zien. In plaats van tulpen gebruik ik een beetje gipskruid. Dit heb ik nog op mijn kamer staan. Oh, ik weet niet of dit gaat passen. Oeh, misschien. Oké, wacht. Ik ga het even met 6 proberen. Oké, 6 past wel. Zullen we dat maar gewoon doen anders? Oké, zo een beetje. En ik heb ook niet die mooie lichtinval zoals op de foto. Nou goed, dat komt in de buurt. Oh, dat is cute. Oh, dat is heel schattig. Oké, het lijkt er dan niet precies op, maar het is wel echt heel erg schattig. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Leuk toch? Oké. Oké, ik denk dat ik de foto's heb. Ik ga ze nu bewerken en dan kom ik bij jullie terug voor het eindresultaat voor alle foto's. En dan gaan we kijken welke echt het allerbeste is gelukt. Oké, het is tijd om het resultaat te gaan bekijken. De een is beter gelukt dan de ander. De een zou ik wel op mijn Instagram plaatsen en de ander niet. We gaan het even bespreken. Ik denk dat ik van de minst goed gelukte naar de best gelukte ga. Ik hoor dat Finn ondertussen thuis komt en met zijn motor. Dus misschien hoor je dat. Maar we gaan ondertussen verder. Oké. De foto die ik het minst goed geluk vind is ook de foto die ik het moeilijkste vond. Dat is die op de bank met een stapeltje boeken. Deze. En dit is het alleen resultaat dat ik heb. Het valt mij het meest stoort zijn de kleuren, denk ik. Ik heb geprobeerd met de helderheid en de warmte en de verzadiging en de contrast en het noem maar op. Ik heb er heel veel mee lopen spelen, maar ik krijg ten eerste gewoon niet dat mooie bruine kleurtje dat zij heeft. Ik ben te wit en ik heb gewoon een beetje een gele rozige ondertoon. Dat stoort mij vooral heel erg. Maar verder de setting, de opstelling vind ik wel goed gelukt. Ik vind dat de boeken een beetje de verkeerde kant op staan geschoven. Die hadden anders kunnen staan. Maar verder op zich prima. Het armbandje zit goed. De ringen zitten goed. Maar goed, oké, deze vind ik dus het minst goed gelukt. Maar deze was ook echt het moeilijkste. Dan gaan we naar, ja, toch iemand dat pyjama broekje. Want ik heb hem gewoon niet helemaal gehouden aan de foto. Ik heb hem echt als inspiratie gebruikt. En ik vind hierbij ook de kleuren te gelig. Maar goed, verder vind ik het wel een schattige foto. Het is een hele simpele foto om te maken, denk ik. Dus dat als je denkt, ik heb meer inspiratie nodig. Zoiets is echt makkelijk om te maken. Dit zou ik denk ik in een slide doen op mijn Instagram wel. Maar niet als eerste foto die je ook op mijn feed ziet. Schattig, maar niet perfect nagemaakt. Oké, dan gaan we naar 3 foto's die ik echt alle 3 op mijn Instagram zou zetten. Ook echt vooraan de slide die op mijn feed komt. Ik vind die alle 3 echt super leuk en op zich goed gelukt. We gaan naar die met de tas, want die heb ik toch een beetje aangepast. De tas is niet helemaal hetzelfde. De lichtinval is een groot verschil, vind ik. En ik heb natuurlijk een heel ander soort bloemen gebruikt dan de tulpen. Maar ik vind het wel echt een hele leuke foto die ik zou gebruiken. Maar hij komt natuurlijk niet helemaal overeen. Maar ik vind het wel echt een hele leuke foto. En die ga je zeker op mijn Instagram zien verschijnen. Dan twijfel ik tussen de laatste 2 welke ik het best gelukt vind. Ik ga dan toch de allereerste foto met dat stapeltje met die grijze hoodie op de 2e plek zetten. Omdat het wel een wat simpelere foto was. En de nummer 1 vond ik wel echt lastiger. Maar dan komen we zo. De nagels komen natuurlijk niet helemaal overeen. Maar ik vind het een beetje overdreven om nu mijn nagels te gaan doen voor deze video. Al vind ik het wel leuke nagels. Ja, ik vind hem gewoon kloppen aan. Maar tenminste, hij klopt niet helemaal. Want ik heb die trui niet met dat ritje. En de kleuren van de boeken komen ook niet helemaal overeen. En de positie van de boeken. En mijn duim had meer zo over mijn vingers gekund. Maar goed, dat zijn kleine details. Ik vind het alsnog een leuke foto die ik vooraan een slide op mijn Instagram zou kunnen zetten. Die past ook wel echt bij, ja, de aesthetics van mijn Instagram. Dus dat is die. En dan op de eerste plek, omdat ik niet had verwacht dat ik deze foto zo goed had kunnen namaken, heb ik deze op de eerste plek. Ook hier zie je dat ik gewoon een beetje een gelige ondertoon qua huid heb. Een beetje geel-roze en niet dat mooie egale bruin. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind dat de boeken echt heel goed overeenkomen qua positie en kleur. Dus het enige wat me irriteert is dat die barcode aan de andere kant zit. Maar goed, dat maakt niet uit. En mijn kettingje zit achter dat topje in plaats van eroverheen. Maar het armbandje klopt precies. Ik heb niet dat tattoetje, dat hartje, overgenomen. Dat zag er niet uit. Maar dat is een heel klein detail. En ik heb linksonder in de foto heb ik, daar stond eigenlijk mijn boekenkast, maar dat heb ik proberen weg te editen met een stukje plafond bij te snijden en daarachter te plakken. Als je daarnaar kijkt, zie je dat dat niet helemaal klopt, maar het komt dan meer overeen met de foto. Ik vind deze foto gewoon echt heel leuk geworden en ik denk dat deze echt wel
ja, in een slide vooral vooraan kan komen op mijn Instagram. Dus ja, ik vind dat echt heel leuk geworden. En de broek klopt ook gewoon heel goed. Hou vooral mijn Instagram in de gaten als je benieuwd bent of ik deze foto's ga gebruiken. Ik denk het wel. En laat me vooral hieronder even weten welke foto jij vindt dat het beste is gelukt. En ik zie je heel snel weer bij de volgende video. Doei doei!